Hey Stier, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand augustus. Allereerst wil ik even meedelen, het is vandaag mijn verjaardag en ik geef een klein cadeautje. Ik heb een korting aangeboden op de grote persoonlijke tarot reading. Bij wat eruit komt, komt eruit. Mocht je nieuwsgierig zijn of mocht je interesse hebben, kijk dan even op de website van Puur Tarot. Je kan die onderaan vinden in de beschrijving. De officiële prijs hangt ook sowieso al uit, dus de korting is eigenlijk al verrekend. Zo, dit wil ik even laten weten. Ik ga eerst kijken in uw algemene energie. We gaan er dieper op ingaan met de tarotkaarten en ik ga afsluiten met een van deze liefdesorakelkaartjes. Maar we gaan eerst kijken voor het collectief, het sterrenbeeld, stier voor de maand augustus. Ik heb hier, kijk in de spiegel. Het is belangrijk dat je alleen maar denkt aan wat je zou willen en niet aan de dingen waar je bang voor bent. Dit is wel een zeer krachtige boodschap, want dit is wel, kan je vergelijken, nee, is eigenlijk gewoon zo met een soort van visualisatie of affirmatie. Deze kaart doet me eigenlijk denken als je denkt in gebreken of in het minderen, dan ga je dit ook aantrekken. Dus eigenlijk zou je uw aandacht, uw energie, uw mindspace, eigenlijk uw gedachten, uw gevoelens mogen veranderen naar overvloed, naar hetgeen wat je effectief echt wel wilt. En ervoor zorgen dat dit er eigenlijk al is, zodat het veel sneller naar je fysieke realiteit kan gebracht worden. Want manifesteren, visualiseren en iets tot je werkelijkheid brengen, daarvoor moet je echt je hoofd echt volledig veranderen, herprogrammeren eigenlijk. En dat kan soms heel lastig zijn, dat heeft soms 21 dagen nodig vooraleer dat je hersenen het doorheeft, dat je het uiteindelijk wel kunt waarmaken. Dus deze kaart doet me effectief wel denken wat dat je echt zou willen en niet in hetgeen wat dat er zou kunnen mislopen. Stel dat je iets wilt starten in iets, dan ga je misschien denken van ja, maar stel dat het niet lukt. Nee, dan is het best dat je zegt van, maar wat als het wel lukt? Kom veel beter over. Dus als ik dan een keer kijk onderaan op het dek, positieve energie. Omring jezelf met positieve mensen en gebeurtenissen en vermijd negatieve situaties. Deze kaart sluit voor mij heel dicht aan bij deze kaart. Oké, we gaan kijken in de tarotkaarten en we gaan zien wat er nog meer mag uitkomen voor de stier. Bij het als hier een feestje aan het bouwen zijn hiernaast. Dus mocht je lawaai horen, kan er niet aan doen. Zo, welke boodschappen voor stier voor de maand augustus voor de stier? Voor de stier spruit in de kaart. Oh, waarom zijn die allemaal zo glad? Voor de stier. Six of Bones, Two of Bones, heel veel vuur en Two of Cups. Oké.
En Eight of Crystals. Ik heb heel sterk het gevoel dat sommigen onder jullie heel erg gefocust zijn op hard werken, de centen, het financiële, wat dan normaal is natuurlijk. Venus is jullie planeet en dat is de planeet van de liefde en de financiën. Dus het is ergens wel normaal. Maar ik heb wel ook het gevoel dat je heel hard aan jezelf werkt. Je bent op dit moment heel veel in jezelf aan het investeren. Je hebt een groeispurt gemaakt. Maar ik zie wel dat het een lange strijd is geweest. Dus je hebt heel hard gewerkt voor hetgeen wie je nu bent vandaag. Het is een heel lange strijd geweest, maar het is een strijd die je wel gaat overwinnen. Ik heb wel het gevoel dat je ergens een keus gaat moeten maken. Dat toekomstgericht is, dat op lange termijn is. Met de Two of Bones ga je een keus maken, sowieso. Dit kan een keus zijn tussen twee personen, maar dit kan ook een keus zijn dat toekomstgericht is, wat dat voor u heel belangrijk is, dat op lange termijn is. Maar met de Two of Cups kan het zijn dat dit natuurlijk dus een keus gaat over een persoon, maar dit kan ook een keuze zijn in verband of je een samenwerking gaat aangaan met een andere persoon waar je een vertrouwen mee voelt of je dit gaat doen of niet. Zo, we gaan dan een keer clarifyen als je mijn kaarten vindt. Oh ja, die liggen hier. Dacht dat ze naast mij lagen. Maar zo aan het zoeken met mijn hoofd naar links, naar rechts. Zo, we gaan eens kijken. Ik heb wel het gevoel, sommigen van jullie gaan echt wel fysiek, echt wel vooruit. Want er kan zijn dat er promotie klaar ligt. Of je wacht op een promotie en dat je daardoor een keus gaat maken. Zo, we gaan even kijken naar de Six of Bones. Het is wel iets dat u van succes gaat brengen. Je gaat het gevoel hebben van erkenning, herkenning. Maar als ik het dan anders moet bekijken, kan het zijn dat er iemand een keus gaat maken en die u gaat willen overwinnen. Als ik het dan moet bekijken op gebied van de liefde. En het is met iemand waar je dus een diepe soulmate connectie mee voelt, mee ervaart. En het kan zijn dat deze persoon gaat kiezen tussen twee personen, waardoor dat die persoon het gevoel gaat hebben van ik wil misschien wel mijn stier overwinnen. Iemand die nogal in het ego kan zitten, die vol trots iets wilt overwinnen. Dus we gaan even kijken naar de Six of Bones. Ja, dit is iemand die heel onverwachts gaat communiceren. Het zal niet op een diplomatische manier gebeuren, maar wel op een eerlijke manier. Het is iemand die heel veel moed bij elkaar gaat rapen en die echt wel heel onverwachts, out of the blue, een communicatie gaat aangaan. Het kan wel op een autoritaire manier gebeuren, maar het is wel op een eerlijke manier. Let wel op, deze persoon peist dat hij of zij altijd gelijk heeft. Maar dat is niet altijd zo. Want dit is iemand die u wilt overwinnen. Iemand die eigenlijk stabiliteit wilt, iemand die succes wilt met de vier van staven. Dit is wel voor mij twin flame connectie. Gaat niet voor iedereen zijn, want niet iedereen heeft een twin flame. Maar dit gaat hier wel over een stevige basis. Successen, prioriteiten die gaan binnengehaald worden. Dank u. Met de vijf van kelken. Ja, oké, stier. Dit is iemand vanuit uw verleden. Je hebt daar een connectie mee. En dit is een persoon die u eigenlijk niet kan vergeten. Er ligt hier een gemis. Deze persoon mist u. En gaat heel snel onverwachts communiceren. En deze persoon gaat u eigenlijk effectief willen overwinnen. Deze persoon is zeer negatief aan het nadenken. Heeft eigenlijk stress. Om uiteindelijk contact op te nemen, om uiteindelijk te communiceren.
dit is wel iemand die treurt, die u eigenlijk niet heeft losgelaten en die energie, het is eigenlijk nog aan u vastklampt. Het kan zijn voor sommige stieren dat jullie daar al zijn van weggelopen. Maar zoals ik altijd zeg, als je iets loslaat, komt de ene persoon terug. Dus het zou kunnen dat je die persoon hebt losgelaten, waardoor deze persoon eigenlijk een chaser gaat worden. Dus het gaat hier duidelijk wel over een twin flame situatie. Want ik heb het gevoel dat er iemand gaat chasen. Want er ligt hier een gemis. Iemand is u niet vergeven en vergeten. En hier wordt er negatief over nagedacht. Iemand is eigenlijk aan het mallenmolen, overuren aan het maken. Iemand treurt, gemis, niet kunnen loslaten. En het kan zijn, stier, omdat jij bent weggelopen, omdat jij hebt losgelaten, omdat hij zoiets zegt van nee, hè. Gaat deze persoon u nu chasen, waardoor dat jij de runner gaat worden. Het gaat hier duidelijk over een twin flame situatie. Maar toch zie ik wel een stevige basis. Voor sommigen onder jullie zal dit wel goed kunnen komen, want zie ik hier eigenlijk wel na een zeer lange strijd een overwinning. Iemand wil die overwinnen. We gaan even kijken naar de Two of Bones. Want dit is iemand die een keus gemaakt heeft op lange termijn visie. De Six of Swords, ja, iemand heeft effectief de shit achter zich gelaten. Heeft daarvoor gekozen om die shit achter zich te laten, om te varen naar kalme waters. Dat voel ik wel heel sterk. En deze persoon gaat zijn haar hart volgen. Om het kelkje te delen. Om zijn haar liefde te uiten. Het is nu al... Deze kaart is al in elke reading uitgevallen. We zijn nu ook in de leefseizoen. Dus ik ga het nog een keer herhalen. Er gaat voor heel veel mensen in de leeuwenseizoen, en dit komt eigenlijk omdat de leeuwenpoort is opengegaan en die is op haar piek op 8 augustus en die sluit op 12 augustus. 12 augustus hebben we ook een volle maan in Waterman. Dus ik heb heel sterk het gevoel dat er rond deze tijd heel veel gaat gebeuren. Maar heel veel gaat gebeuren, waardoor er heel veel veranderingen gaan plaatsvinden. Iemand weet wat hij niet meer wilt en wat hij wel nog wilt. En deze persoon gaat uiteindelijk actie ondernemen. En dit kan natuurlijk bij de volle maan in Waterman zijn, want ik heb hier ook een luchtteken liggen. Dit is iemand die zijn haar hart gaat volgen. Zijn haar gevoel gaat volgen. Om de liefde te uiten. Om zich te verontschuldigen. Om te komen vertellen dat hij al de shit achter zich heeft gelaten. Dat hij een keuze heeft gemaakt. En ik heb het gevoel, het kan zijn dat dat voor sommigen onder jullie al is gebeurd. Is het nog niet gebeurd, dan gaat dit wel plaatsvinden. Natuurlijk, de tijd, kennis hier niet boven. Dus time is flowing, schiet mij niet af. Als het nu natuurlijk niet rond de volle maan is. Want het kan altijd opschuiven. Want deze persoon denkt op dit moment heel negatief na. Is overuren aan het maken. En zit op dit moment een beetje vast. Weet precies niet zo goed wat hij, zij moet doen. Maar uiteindelijk zie ik die persoon wel contact opnemen. Out of the blue, zomaar, plots, ineens. Bam, ik ben hier. Heb ik wel heel sterk het gevoel. Het kan zijn dat jij in een energie gaat zitten van de leeuwenenergie, waardoor dat jij, als die persoon tot je toe komt, dat jij het gevoel gaat hebben van, ah, ik sta hier in mijn kracht. En toon jij mij maar een keer wat dat jij eigenlijk van mij wilt. Daar heb ik ook wel heel sterk het gevoel dat sommigen onder jullie deze energie gaat uitstralen. We gaan een keer kijken naar Two of Cups. The World, The Devil,
de Hierophant. Oké, okay, stier, jij komt in uw eigen reading uit. Onderaan heb ik de Knight of Wands, leeuwenergie, Two of Cups, de Five of Swords en dan de King of Wands. Oké, okay, dit is iemand die in zijn haar energie gaat groeien, die actie gaat ondernemen, die nogal macho gedrag hebben, heel passioneel, heel vurig. Ik ben het hier. Gaat deze persoon dat zo wat uitstralen, maar deze persoon gaat effectief wel voelen van ja, ik heb daar een diepe band mee. En het kan zijn dat deze persoon met kopzorgen zit, omdat die op een, ja, op een soort van awakening is terechtgekomen van ja, stier is eigenlijk wel mijn soulmate. Dus deze persoon gaat wel wakker worden. Dus daar heb ik wel heel sterk het gevoel. Maar met de wereld is er iets wat er gaat moeten afgesloten worden. Er is iets toxisch. Wereld, de devil, er is iets toxisch, er is iets verslavend en het kan zijn, ik weet niet wie het is, ofwel ben jij het stier waarvan je bepaalde patronen gaat moeten doorbreken die toxisch zijn voor u, ofwel heb jij of heeft de andere persoon, moet de andere persoon patronen doorbreken waardoor je uiteindelijk iets tot een eind kunt brengen, want de wereld, dit is een eind. Maar toch liggen er hier verslavingen, toxisch gedrag. Kan misschien wel manipulatief zijn, maar het kan ook wel die fysieke aantrekkingskracht zijn die uiteindelijk heel verslavend kunnen zijn. Maar toch voel ik hier een diepe vertrouwen. Er ligt hier een diepe vertrouwen naar elkaar. Er wordt ook gevraagd om vertrouwen te hebben in jezelf en ook in het universum. Maar ik denk dat jij het bent, stier. Je gaat patronen moeten doorbreken. Er is iets toxisch in je omgeving, in je energie. En je gaat dit tot een eind moeten brengen. Je gaat dat moeten doorbreken. En eens je dit doorbreekt, komt er een volledig nieuw begin naar je toe. Want jij hebt uiteindelijk heel hard aan jezelf gewerkt. Maar je gaat iets moeten afsluiten, zodat je uiteindelijk naar je emotionele vervullingen kunt gaan. Je gaat naar je hart moeten luisteren. Het kan zijn dat je op dit moment gaat terugtrekken en dat je op introspectie gaat gaan. Misschien heb je te maken met een maagd. Dat je op introspectie gaat gaan en dat je op een dieper level gaat voelen van kijk, wat is mijn pad? Wat ga ik afsluiten en wat ga ik niet afsluiten? Eens je dit hebt gedaan, komt er hier een volledig nieuw, passioneel begin die succesvol is. Dat heb ik wel heel sterk het gevoel, maar je gaat iets moeten doorbreken. Het is een bepaald patroon dat altijd maar herhalend is. En er wordt eigenlijk gevraagd om dit te doorbreken, want er ligt hier wel toxisch verslavend gedrag. Maar je gaat gewoon vertrouwen moeten hebben in jezelf, met de Hierophant. Ook al voelt dit een spirituele connectie met deze persoon, het is heel sterk een twin flame. Maar ik heb het gevoel, als die persoon opnieuw in je leven gaat komen, gaat dat weer run and chase. Die lopen, aantrekken, afstoten. Het gaat weer van dit zijn en dit is iets wat dan mag doorbroken worden, want dit is toxisch, dit is verslavend. Dus ik heb wel het gevoel dat je vertrouwen mocht hebben in jezelf en in het universum. We gaan eens kijken naar de potentiële uitkomst. Wel grote arcana, dus er gaan wel grote veranderingen plaatsvinden. Het kan zijn dat sommige mensen in hun Saturnus return zitten, waardoor alles op dit moment vertraagt, belemmert. En dit is waarom? Omdat het iets moet afgesloten worden. Dat heb ik wel heel sterk het gevoel. Zal niet voor iedereen zijn natuurlijk. Ja, iemand denkt heel negatief na.
Als jij het bent, stier, jij kunt gaan en staan waar je wilt. Jij kunt gaan en staan waar je wilt. Maar je gaat die blinddoek moeten afdoen en je gaat uit die energie moeten komen. Het kan zijn dat het deze persoon is die heel erg negatief aan het nadenken is. Met de Haunting of Bones heb ik heel sterk het gevoel. Dit is iemand die, waar je passievol mee matcht hoor. Dit is iemand waar je fysiekelijk aangetrokken voelt. Dus hij zei naar u toe, maar jij ook naar de andere persoon. Dus er ligt hier fysieke aantrekkingskracht, maar het is toxisch. Het is niet zo gezond. Ik vind het jammer om het te zeggen. En dat kan natuurlijk van negativiteit creëren. Dit is misschien waardoor dat je in de spiegel kijkt naar jezelf en dat je weet van ja, het is een patroon die eigenlijk mag doorbroken worden, want ik ben de Hierophant. Dus ik heb dan wel heel sterk het gevoel aan de Eight of Crystals, ja. De Eight of Crystals is hard werken aan jezelf. Het kan zijn, want ik zie twee verhalen. Het kan zijn dat deze persoon actie gaat ondernemen. Dat hij actie wilt ondernemen. Dat hij nu op dit moment heel negatief aan het denken is. Dat hij overuren aan het maken is, malle molen. En eerst van alles, alle scenario's door zijn hoofd halen. En eens dat allemaal is gepasseerd, dan zou hij moeite willen steken om actie te ondernemen. Want uiteindelijk matcht het wel. Maar het matcht op gebied van de fysieke aantrekkingskracht, op de seksuele aantrekkingskracht en op de lichamelijke aantrekkingskracht. Die desires, die verlangens. En ik heb het gevoel dat dit een beetje toxisch is. Ook al is het een heel sterke, diepe connectie. Voor sommigen is het een soulmate en voor anderen gaat het een twin flame situatie zijn. Maar ik heb het gevoel dat het alsmaar gaat aantrekken en afstoten gaat zijn. Want er is iets wat dan moet losgelaten worden. Er is iets wat dat de shit moet eigenlijk achter zich gelaten worden. Ik ga het zo zeggen. Neem wat dat resoneert. Ga niet voor iedereen passen natuurlijk. Maar we gaan kijken welke romantische liefdeskaartjes voor boodschap hebben voor de stier. Dus ik heb hier sterrenbeeld, ram, leeuw, schorpioen, waterman, stier. Stier heel sterk wel. En steenbok heel sterk. Maar dit kan wel de ware zijn. De partner naar wie je op zoek bent, heb je al ontmoet. En hier heb ik, maak jezelf vrij. Het is tijd om de regie van je leven weer in eigen hand te nemen. Dit kan dus inderdaad de ware zijn, want die passie die is er naar elkaar. Dat sowieso, maar als ik het dan hier nog een keer bekijk, kan het zijn, want dit zijn ook weer twee verhalen, het kan zijn de persoon waar je mee te maken hebt, de persoon die u nog niet heeft losgelaten, want ik moet erbij zijn, ik voel het, meestal stop ik na een romantisch engelkaartje, maar ik voel dat ik het moet zeggen, als deze persoon terugkomt, kan het misschien eerst komen. Afstoten en aantrekken zijn, maar het kan zijn dat deze persoon iets moet loslaten wat zeer toxisch is. Dat kan een huwelijk zijn, dat kan een andere connectie zijn, omdat hij met u een soulmate connectie voelt. Dus het kan zijn de persoon waar jij mee te maken hebt, dat die persoon in een toxische connectie zit en dat uw persoon zijn haar situatie eerst tot een eind moet brengen met de wereld. En dat er eerst patronen moeten doorbroken worden. Dus neem wat dat resoneert. Want er is een spirituele twin flame soulmate connectie. Zit er hier in deze reading. Dus neem wat dat resoneert. Gaat voor iedereen verschillend zijn. Natuurlijk. Maar dit kan inderdaad de ware zijn. Maar luister altijd heel goed naar uw gevoel. Zo is het hier. Ik hoop dat de antwoorden duidelijk waren, dat deze reading duidelijkheid heeft gebracht. Ik blijf jullie super dankbaar
voor het liken en delen en subscriben van mijn kanaal. Dat geeft me echt een groot plezier. Mocht je hier toevallig komen aanwaaien zijn en je vindt het leuk om naar deze readings te kijken, klik dan op het belletje en dan ontvang je in de toekomst meer van zulke readings. Ik wens je nog een fijne avond. Mocht je in verlof zijn, dan wens ik je een prettige vakantie. Bye bye!